Net als iedere maand spreek ik met Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, normaliter in het stadhuis. Maar nu even anders. Velen van u zullen deze setting wel herkennen van het afgelopen jaar. Daarover later meer, maar eerst, meneer Bruls, beginnen we zoals altijd met een paar stellingen. Eens of oneens graag. Ja. De coronasituatie van nu is veel beter dan die van vorig jaar om deze tijd. Ja. Eens. De explosieve stijging van het aantal besmettingen heeft mij verrast. Ja, eens. De behoeften van vakantiegangers en feestvierders staan nu recht tegenover elkaar. Oneens. Oneens. De Waalstrandjes zijn nu 's nachts verboden terrein, maar overlast kan zich misschien gaan verplaatsen naar andere plaatsen. Dat kan, ja, eens. Het vierdaagse gevoel kan er volgende week toch een beetje zijn. Eens. Eens. Ik, en dan met u dus, red me prima thuis in quarantaine. Eens dan maar. Ja, eens. Er zijn ergere dingen. Ja, maar van harte is het niet dus. Want dat is de situatie. U moet thuis blijven zitten. Ja. Hoe komt dat zo? Ja, omdat een huisgenoot, onze nog inwonende dokter, die is positief getest zondag. En dan schrijven de regels voor, ook al heb je zelf al prikken gehad, dat je ook 5 dagen in principe in quarantaine moet zijn. En dan met een test, als die negatief uitvalt, weer naar buiten kan. En ja, ik had net de pech dat ik mijn tweede prik was net niet precies 2 weken van tevoren gezet. Want anders had ik gewoon naar buiten kunnen gaan. Hè? Want dat zijn de regels sinds een paar weken. Dat als je laatste prik minimaal 2 weken geleden is geweest, ja, dan hoef je niet in quarantaine. Maar in mijn geval niet, dus... Nou ja, voor de zekerheid maandag maar even gebeld met de GGD. Die hebben we dat keurig uitgelegd. Dus vandaar dat ik ook deze hele week maar van huis uit de zaken doe. Maar wat ik al zei, het belangrijkste is dit niet. Dit is overkomelijk. En vooral dat mijn dochter nu de goede kant op gaat. En hopelijk ook blijft gaan. Net zoals andere mensen die gewoon ziek zijn geworden. Dat is natuurlijk veel erger dan het feit dat ik een paar dagen binnen moet blijven. Dat amuseer ik me wel, zoals de telling zei. Ja, en de gevolgen op lange termijn verschillen natuurlijk enorm per persoon, hebben we afgelopen jaar geleerd. Dat is niet te voorspellen. Zeker. Ja, zeker. Ja, goed, mijn dochter had wel lichte verschijnselen qua griep, die waren snel voorbij. Maar ja, goed, wel de gebruikte symptomen, vermoeidheid, hè, en ook wel wat geur- en smaakverlies. Dus hopelijk gaat dat niet te lang doorduren. Want ja, daar hoor je natuurlijk, dat is ook wel de reden waarom we toch weer heel erg wakker zijn geschrokken met z'n allen, hè, de afgelopen weken. Of de berichten dat het ook bij jeugdigen die long-covid-effecten, ja, zoals de naam zegt, echt ook lang kunnen voortgaan, ook in ernstige mate. Dus het virus, net zoals vorige zomer, is er misschien toch een beetje geslaagd om zijn slaap te sussen, maar het is nog lang niet weg. Ja, want een week of twee geleden was toch de stemming, nou, we zijn er nu wel zo'n beetje vanaf. Nou, we zijn van een koude kermis thuisgekomen. Ja, ik denk dat we toen met recht een reden voor het overigen, dat we toen, want dat waren ook de voorspellingen, ook van deskundigen, dat je kon zeggen, nou weet je, de zomer is sowieso gunstig voor het terugdringen van virussen. En gezien de toegenomen vaccinatiegraad en het hele lage aantal besmettingen, ja, dan gaat het deze zomer wel goed komen. En dan hopelijk tegen het najaar, als iedereen gevaccineerd is, hebben de controle goed op. Ja, en dat is niet uitgekomen. Dus ongelooflijke uitbarsting. We hebben hier in Nijmegen zelfs nu het hoogste aantal besmettingen ooit. Hè. We hadden op woensdag het hoogste aantal besmettingen. Dat is het laatste cijfer wat ik even weet op het moment dat we elkaar hier spreken. Het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie in februari vorig jaar. Dus dat zegt wel wat. Het goede nieuws is natuurlijk wel dat je ook wel merkt dat de vaccinatie effect heeft. Want het aantal mensen wat echt heel ziek wordt en opgenomen moet worden in een ziekenhuis, ja, dat stijgt niet echt. Dat is nog heel erg beperkt. Dus dat is wel het goede nieuws. En hopelijk, dat is denk ik ook het echt spannende wat we de komende weken gaan zien. Of die gestegen besmettingen niet zal leiden tot meer ziekenhuisopnames. En dat is het echte verschil met vorig jaar zomer. Is er wat u betreft een fout gemaakt door het kabinet? Nee, ik vind het van niet. Ik vond het heel nobel van Rutte en de Jonge om een excuus aan te bieden. Maar ik vind dat iets te weinig recht doen aan de algehele situatie. Al die mensen die nu heel erg goed weten wat niet had moeten gebeuren, die waren een maand geleden, net zoals ik dat ook was, echt voorstander ervan
dat die versoepelingen werden doorgezet. Ja. Ik denk wel dat als je precies inzoomt, dat testen met toegangsbewijzen, waar van tevoren ook al wel wat meer kritiek op was van meerdere kanten. Ja, daarvoor moet je eigenlijk zeggen van dat is eigenlijk iets te groot experiment geweest. Hè. Men heeft zich gebaseerd op de ervaringen met die zogeheten fieldlab-experimenten. Ja. Maar dat zijn eigenlijk, dat kun je best vergelijken, dat zijn meer heel gecontroleerde settings. Hè. Het is bijna vergelijkbaar met een laboratoriumsetting. Maar nu ga je in de echte realiteit allerlei mensen op die manier testen, die vervolgens ook weer in de publieke ruimte komen. Hè. Kijk, als jij naar een kroeg gaat waar ze met testen met toegangsbewijzen werkt, dan zal het best wel kloppen. En dan heeft die kroeg ook goed haar best gedaan om dat goed te controleren. Maar je kunt vervolgens, kom je weer naar buiten en dan meng je met uitgaanspubliek wat niet hieraan heeft deelgenomen. Ja, dan is het ook niet onlogisch dat die besmettingen komen. Dat is denk ik wel de inschatting die niet zo goed is gemaakt. Maar laten we eerlijk zijn, er is toch niemand serieus die nu roept, we moeten ook de musea weer sluiten. Of we mogen überhaupt niet gaan winkelen of zo, want dat was ook onderdeel van het openingspakket. Het probleem zit hem echt in die events en in de horeca op dit moment. Die zijn er niet schuld aan, hebben daar getreden. Nu forst die stijging van de besmetting op, waarbij vooral ook natuurlijk jongeren behard worden geraakt. Ja, dat is niet zo goed gegaan. Nu hebben die mensen, en daar zijn natuurlijk veel jongeren bij, even kunnen genieten van het nachtleven. Maar kan ik dan zeggen, dat is er de oorzaak van dat vakanties onzeker zijn geworden? Oh, ik vind dat je in zijn algemeenheid moet opletten met snel weer naar de schuldvragen en zo te doen. Ik bedoel, het virus zien we niet, kan overal komen, dat is ook weer gebleken. En toevallig ga ik dat nu, omdat er relatief meer jongeren natuurlijk gebruik maken van het uitgaansleven en events gaan. Maar daarmee zijn die jongeren niet de oorzaak ervan dat de besmetting stijgt en dat we daardoor wellicht in een fase komen dat we niet naar buitenland kunnen gaan. Ook in buitenlanden gebeurt dit. En er zijn ook feestjes waar behoorlijk wat volwassenen bij betrokken zijn. En dat helpt ook niet door het op die manier te benaderen. Wat helpt is door gewoon te constateren van dat we toch voorzichtig moeten zijn. En niet te snel moeten denken dat we er bijvoorbeeld met testen bewijzen dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik heb al eerder gezegd, ik vind dat je sowieso moet hieruit leren. Voor de horeca moeten we dit systeem niet toepassen. Ik kan me nog voorstellen dat je bij grotere events, hè, die ergens in een weiland, compleet afgesloten, gereguleerd, dat je daar zoiets nog wel zou kunnen proberen straks, als het een half augustus weer eventueel mag. Maar je moet gewoon accepteren dat in drukke uitgaansgebieden, waar iedereen door elkaar loopt, getest of ongetest, ja, dat dit niet helemaal werkt. En dat is ook een verantwoordelijkheid die we allemaal dragen. Hè. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Ik bedoel, je gaat zelf wel uit, hè. Je gaat zelf naar gelegenheden. Ik heb ook mensen gesproken die zeiden, ik kwam ergens en het was veel te druk. Ook trouwens gewoon bij het gaan shoppen, het winkelen op zaterdag. Met andere woorden, het motto blijft nog steeds, vermijd dan drukte en ga daar gewoon niet heen. Dat is ook je persoonlijke verantwoordelijkheid. En niet alleen de verantwoordelijkheid van een ondernemer of de overheid. En dan werkt iets als alleen binnen als je gevaccineerd bent dus ook niet. Want dan loop je ook tussen niet gevaccineerde mensen. Nou ja, kijk, het dempt natuurlijk wel. Dat zien we natuurlijk ook nu. Ja. Ik heb mensen die nu, dames ook niet zo onlogisch, dat vooral ook jongeren besmet raakten. Want die zijn natuurlijk behoorlijk de laatste groep zowat die gevaccineerd raakt. Dus die waren nog niet helemaal beschermd. Dus het vaccineren helpt wel. Alleen ja, goed, het geeft natuurlijk een uitstraling dat mensen die gevaccineerd zijn denken, ik kan overal komen. Maar je hebt geen garantie dat je het virus toch niet overdraagt aan iemand. Ook al word je zelf niet meer ziek. Daarom moet je ook maatregelen treffen die op iedereen gericht zijn. Je kunt niet alleen maar zeggen, gevaccineerden mogen daar komen en niet gevaccineerden niet. Tot het moment komt, en daar zijn we hopelijk eind van de zomer, dat die vaccinatiegraad zo massaal is, hè, dat iedereen die zou kunnen ook gevaccineerd is. Ja. Nou, op een gegeven moment moet je dan natuurlijk wel de keuze durven maken, zeggen, en dan is de samenleving zoals die is, en dan is het gewoon een ziekte zoals je ook voor de griep hebt. Hè, dan moet je ook accepteren dat die er is. En zorgen dat je elk jaar optimaal gevaccineerd blijft. Dat is het motto. Nou, dat weten we nu nog niet. Dat moeten we natuurlijk zien. Hè? Ik ben geen medicus, ik ben geen viroloog. Dus dat moeten we aan het eind van de zomer, begin september, als eigenlijk de vaccinatiegraad optimaal is, ja, dan kun je dat pas echt goed beoordelen. Dus dat vind ik eerlijk gezegd ook nog een nog spannender moment, dan het moment waar we nu zijn. Hoe is het
pak een beet over maand of twee, hè, als we half september zitten, dan zijn zelfs de 12 tot de 18-jarigen in principe gevaccineerd. Nou, dan moeten de medici maar zeggen wat dat betekent. En dat is ook, die vaccinatie is natuurlijk ook het verschil met vorig jaar om deze tijd. Absoluut, en we weten wat er 100%. Toen in september, oktober is gebeurd. Ja. Maar dat is een hele andere situatie. Als je zag het op... Kijk, we schrikken van het aantal besmettingen. Maar de deskundigen zeggen ook, daar moet je ook weer niet te veel van schrikken. Het wordt pas echt erg als zou blijken dat die vaccins niet helpen. En we er gewoon ook weer massaal ziek van zouden gaan worden. Als dat niet gaat gebeuren, dan kun je dus wel zeggen, dan helpen die vaccins. Nou, dan ziet het tot dusver naar uit. Hè. Zelfs tegen die beruchte Delta variant schijnen ze te helpen. Nou, laten we dat nu eens even kijken hoe dat nu de komende 2 maanden gaat met die oplopende vaccinatie. We zijn al een hele eind in Nederland. Dat gaat hartstikke goed, maar nog niet alle groepen. Dus en dat, daar zit je op half september, zoals ik net zei. Als je nou niet naar de nachtclub kan en je wil 's avonds laat toch erop uit, dan gaan sommige jongeren naar de Waalstrandjes. Niet alleen jongeren trouwens, maar dat kan niet meer. Die zijn afgesloten 's avonds laat en 's nachts. Waarom? Ja, althans op Veurland is dat zo. Althans, je mag er niet recreëren. Je mag er wel rondlopen of je hond uitlaten als je daar langs de weg loopt. Maar het is niet de bedoeling om te gaan recreëren daar. Nee, want daarvoor was de overlast in de afgelopen maanden gewoon... Ja, die was zo immens geworden dat dit helaas, vind ik, bijna onontkoombaar werd. Hier is niet meer op de handhavens. Dus honderden mensen... zich verzamelen in donkere gebieden. Hè. Let op, het is niet de Waalkade met mooie verlichting en allerlei horecagelegenheden waar je langs kan. Dit zijn donkere gebieden met deze aantallen mensen. Daar kunnen ook nog ongelukken gebeuren, maar het leidt in ieder geval tot ontzettend veel overlast. Ja, dat was, daar kun je niet verlangen dat we voor die, van die bewoners dat ze dat een hele zomer nog zouden moeten accepteren. Dat is niet redelijk meer. Hebben we het over geluidsoverlast dan vooral? Er zit heel veel geluidsoverlast, maar ook overlast van wat er wegkomt met auto's die geparkeerd werden op de Lentseveranden. Lichten die dan schijnen en waar je dus voortdurend lasten van hebt. Maar ook drugshandel, lachgas. Maar het is, dat alles leidt vooral tot heel veel geluid. Hè, van muziek die werd meegebracht, het praten. En kijk, politie vertelde mij, als je naar het hele sfeerbeeld kijkt, het is niet zo dat er een hele agressieve of gewelddadige of criminele sfeer is. Dat is niet zo. Maar de optelsom van al die mensen bij elkaar, al die jongeren die gewoon met elkaar praten, chillen en op zich gezellig doen, ja, dat leidt tot enorm veel geluidsoverlast en tot diep in de nacht ook. Hè. Kijk, ik heb met een aantal bewoners die daar wonen gesproken. En ik vond eerlijk gezegd, daar had ik respect voor, dat die er nog opvallend mild in zaten. Want die zeiden van, kijk eens, als daar overdag en 's avonds mensen bij elkaar gecreëerd worden en die praten en maken geluid, dat vinden wij prima, dat accepteren. Want ja, we wonen tenslotte hier en we weten tot dat erbij hoort. Maar als je echt tot diep in de nacht niet kunt slapen, omdat ze voor je deur en achter je deur, in je tuin en lawaai maken en de troep die wordt achtergelaten, ja, daar kun je niet meer wonen en niet meer fatsoenlijk slapen om naar je werk te gaan. Ja, daar hebben ze gewoon gelijk in. Dat mag je, kijk, dat kan een week gebeuren, maar niet maanden achter elkaar in het zomerseizoen. Dat is gewoon niet reëel meer. Ja, het zou natuurlijk kunnen, zei u wel, dat die overlast zich dan gaat verplaatsen naar andere plekken. Bent u daar bang voor? Dat is natuurlijk niet uit te sluiten. Nou ja, goed, we houden er natuurlijk wel rekening mee. We hebben ook ten aanzien van Veurland gezegd, we doen die nu het eerste, maar het kan best wel zijn tot bijvoorbeeld in de Ooi, hè, dus de Schependom, het Nijmeegse deel, waar natuurlijk ook graag veel mensen heen gaan en ook jongeren vaak 's avonds of zelfs in de nacht zijn. Nou, het kan goed zijn dat dat een volgend gebied wordt waar het nodig zou zijn, mocht blijken dat daar de overlast nu fors gaat overnemen. En we zijn natuurlijk niet alleen deze zomer, de hele vorige zomer eigenlijk ook al bezig geweest langs alle plekken langs de Waal om het in de gaten te houden. Maar dat kan geen argument zijn om in te grijpen waar het nu het ergst is. Hè. Eerder is er ingegrepen aan de westelijke kant van de Waalkade, hè, bij het labyrinth. Ander soort problematiek, maar het kwam wel op hetzelfde neer uiteindelijk, namelijk enorme geluidsoverlast en vaak ook intimiderend gedrag. Nou, ja. Bij Veurland is het vooral meer het recreatief uitgaan tot diep in de nacht, wat tot veel ellende leidt. En daar hebben we dus nu ook in gegrepen. Ja, goed, dat dempt het nu wel. En we houden goed in de gaten of er uitwijkgedrag gaat plaatsvinden. Kijk,
Ik denk dat we ons met z'n allen moeten instellen dat deze zomer, zeker als het weer beter wordt dan we nu meemaken, en dat gaat gebeuren, dat het drukker zal zijn op tal van openbare plekken in onze stad, maar ook in heel Nederland. Je merkt gewoon de behoefte om erop uit te gaan. En niet iedereen heeft de mogelijkheid of durft niet om op vakantie te gaan naar het buitenland. Ja, dan ga je automatisch krijgen dat mensen meer in de eigen plaats, de eigen stad of dorp uitgaan. En wij hebben natuurlijk prachtige Waalstrandjes, prachtige gebieden langs de Waal. Dat riep geen problemen op tot vorig jaar. Maar je ziet nu door corona, denk ik, wordt natuurlijk versterkt dat men erop uitgaat en ook langer blijft zitten. Ik denk dat dat één van de verklaringen is waarom die overlast dit jaar wat steviger is dan pak een beetje 2 jaar geleden of zelfs vorig jaar. Ja, toch is dat eigenlijk wel vergelijkbaar met vorig jaar. Hè? Mensen die niet op vakantie gaan en niet thuis willen blijven zitten en dus veel recreëren in de eigen omgeving. Ja, maar toen was de periode korter. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk toen vanaf maart, was die periode in de zomer was korter. We hebben nu nog een lange winter erbij gehad. Iedereen heeft nu, bij wijze van spreken, zoals ik nu 5 dagen in quarantaine zit, die heeft het gevoel gehad, ik heb bijna een jaar lang hè, een soort van quarantaine zit. Dus het geestelijke effect is natuurlijk nu nog veel groter. En we hadden ons ook verheugd, en ik kan me voorstellen bij jongeren helemaal, op een aantal mogelijkheden. Daarbij hadden we natuurlijk de pech dat tot 26 juni was er natuurlijk nog veel dicht. Hè? En je merkte dus ook al dat voor 26 juni was die overlast in Veurland eigenlijk onaanvaardbaar geworden. Dat is niet iets van de laatste 2 weken. Integendeel, de laatste 2 weken is het juist wat rustiger dan in mei en juni. En ik denk dat de combinatie van dat er die maatregelen nu worden genomen en ook dat de horeca weer open ging, op zich alweer tot wat demping van de ergste overlast heeft geleid. En ik hoop ook dat het besluit om de horeca te beperken tot 12 uur, hè, dat ze niet langer open 12 uur, dat over een paar weken ook wordt opgeheven, want dat helpt natuurlijk wel, hè, dat men ook weer gezellig kan stappen. Ja. Want anders worden de uitwijkmogelijkheden wel heel, heel beperkt. En daarom is het ook dubbel vervelend dat we nu die beperkingen weer hebben in het uitgaansleven. Dat had ik liever anders gewild, maar ja goed, het kan niet anders. Dat is nodig, zoals gezegd. Maar dat maakt het natuurlijk wel lastig. Want de mogelijkheden, je raakt het zelf ook aan, voor veel jongeren, maar ook ouderen. Ja, we worden daardoor weer wat beperkt en dat is heel erg jammer. Ja, en zeker nu, misschien wel driedubbel nu de derde week van juli voor de deur staat. Wat in Nijmegen natuurlijk altijd een bijzondere week is. Wordt het voor u toch een bijzondere week? Ja, de derde week van juli zou je kunnen zeggen, accepteren we overlast die we normaal van het jaar nooit zouden accepteren. Ja. Dan vinden we het hartstikke leuk. Hè? Zo zie je maar, het is ook vaak het perspectief wat je kiest. Ja, het wordt niet zo leuk. Dat kun je wel zeggen. Al valt me wel op, ik heb meer dingen die nu plaatsvinden dan vorig jaar, hè, toen de Vierdaagse ook niet doorging. Dus met andere woorden, men heeft zich nu wat meer kunnen instellen en wat kleine dingen. Hè. Het begint al zaterdag heel leuk met een aantal borden die onthuld worden namens de Vierdaagse feesten. Toch, vandaar dat, er zijn natuurlijk maar beperkt, maar binnen hè, in de Stevenskerk en zo zijn toch wat leuke evenementjes. En natuurlijk, de horeca is gewoon open. Dus als iedereen niet gaat hossen, maar zich keurig op 1,5 meter gezellig op het terras of binnen gedragen, kunnen we toch een leuk zomergevoel hebben. En het scheelt natuurlijk dat het weer vanaf vrijdag gaat meezitten. Dus dat is wel een mooi teken voor de Vierdaagse. Ja. Het blijven pleisters op de wonden natuurlijk. Het is natuurlijk niet het feest. En ik zou ook iedereen afraden om dat te vieren. Want die besmettingen zijn nu fors opgelopen. Ja, het is natuurlijk niet de week om te zeggen, goh, we gaan een alternatieve Vierdaagse vieren. Zo zal het niet zijn. Helaas. En hoe dat is gegaan met die feesten, je zou het bijna als symbool kunnen zien voor alles van afgelopen jaar. Eerst zou het zeker doorgaan en toen niet. En toen werd er weer steeds meer georganiseerd. Dus is vorig jaar en vorig weekend schalen organisatoren ook wel weer af, sommige activiteiten. Ja. Blijft dit voorlopig de modus, zo'n dans met het virus? Ja, ik denk dat je daar wel van uit moet gaan. Zoals ik al eerder zei, het is vooral, dat moeten virologen, medici, gezondheidskundigen ons alle op adviseren. Hoe is het als we de optimale vaccinatiegraad hebben bereikt? En daarmee bedoel ik, als iedereen vanaf 12 jaar en ouder, en dat is de verwachting half september, als die de volledige vaccinatie hebben gehad, althans als je wilt deelnemen of kan deelnemen, niet iedereen kan om medische reden gevaccineerd worden. Maar als dat gebeurd is, wat is dan je analyse hoe we gaan leven met het virus? Want dan is het virus natuurlijk nog steeds niet weg. Maar misschien zeg je dan wel, dan is het risico zo beperkt dat we dat maar moeten accepteren. Nou, dat oordeel
ligt nog besloten. En tot die tijd moeten we inderdaad wel rekening houden dat het op en neer gaat gaan. Ik moet zeggen, ook achteraf, maar ik vond het ook al op dat moment, het besluit van de vierdaagse marsen, hè, om te zeggen van, jongens, we gaan er geen risico op nemen, want dat gaat hem niet worden, hè, deze zomer. Ze hebben gewoon een goed besluit genomen. Er is toen veel kritiek op geweest, maar ik prijs ze, en ik doe het ook nu weer, ze hebben wel de inschat gemaakt. Dat is ook mijn oproep richting individuele mensen, maar ook richting evenementenorganisatoren. Probeer toch niet altijd het maximale rek op te zoeken, want dan is je teleurstelling nog steeds groter. Kijk bijvoorbeeld het Mout Festival, doet dat hartstikke goed. Die hadden gewoon een scenario rekening gehouden van, nou, alles op 1,5 meter zitten. Nou, het leek even dat het breder kon zijn, maar die hebben het nu wel sneller kunnen ombouwen. Ja. Gedwongen. En daardoor kan hun festival over 2 weekenden verspreid wel doorgaan. Dus ja, hulde aan hen, die hebben dat wel goed en flexibel gedaan. Ik heb sommige organisatoren, ja, die gingen gelijk alweer 1 of 2 maanden geleden. Ja, zoals Matrix in de Park, 7 dagen lang. Ja, met alle respect. Dat is te veel gevraagd ook van onze hulpdienst. Dat je verwacht dat we dat nog kunnen doen. Ja, nu achteraf hadden ze het helemaal niet meer kunnen plaatsvinden natuurlijk. Hè. Dus ja, je moet ook accepteren dat deze zomer, en dat is ook niet voor het eerst dat ik of iemand dat zegt, dat wordt geen normale evenementenzomer. Dat zit er gewoon niet in. Nee. We nemen even een zomerpauze. U en ik nemen ook even een zomerpauze. Wat wil u Nijmegen naar het leeg geven? Wat zegt u? Ik hoop dat erin zit, want ja, tot dusver is het pauzegevoel bij mij nog niet opgekomen, maar dat geeft verder niet. Nou, laat ik zo zeggen, ik gun iedereen in Nijmegen en ook daarbuiten natuurlijk in ieder geval een paar weken rust en vakantie. Ik kan me voorstellen dat een rust zal zijn met toch een wat ongewis gevoel, maar in ieder geval de mogelijkheid om even de gebeurtenissen van het afgelopen jaar een plekje te geven, misschien even aan de kant te zetten. In de hoop en de verwachting dat we in het najaar toch weer goed met z'n allen kunnen draaien. En we mogen ook wel trots en tevreden over elkaar zijn. Hè. Ik bedoel, we hebben als samenleving, zeker ook in Nijmegen, zijn we wel door blijven draaien. We zijn zorg blijven bieden aan elkaar. We hebben naar elkaar omgekeken, ondanks de geweldige beperkingen die we in die lange winter met elkaar hebben doorstaan. Maar ik bedoel, er is niets omgevallen. Er zijn mensen ziek geworden, er zijn mensen overleden. Maar we hebben als samenleving wel weten te functioneren, elkaar weten te helpen. Dus we mogen ook wel met enige trots en die zit toch ook wel vreugde deze zomer in gaan. En laat de zon nu maar komen. En u gaat geloof ik zelf niet naar het buitenland op vakantie, hè? Nee. We blijven gewoon thuis. We hadden eerlijk gezegd, mijn vrouw en ik hadden al een paar maanden geleden analyse gemaakt van, wij zijn geen waarzeggers. Maar één ding is duidelijk, dit kan nog wel een paar keer op en neer gaan. En in het buitenland, dat zie je nu ook. Ja, er zijn hele verschillende regels in het buitenland en daar gaan wij niks op plannen. Dus misschien dat we de laatste week van juli zeggen, huppakee, volgende week toch nog maar een week naar het Sauerland. Wie zal dat zeggen? Hè? Maar ja. Voorlopig geven we even niet. En in Casa Bruls thuis kunnen we ons ook wel amuseren. Dan wens ik alle huisgenoten van in Casa Bruls ook een fijne zomer. En zien we elkaar opgeladen in het najaar weer terug. Dan gaan we weer vrolijk verder. Dankjewel. En jij ook alle goeds in iedereen op de redactie. Dankjewel, geef ik door.